Als je over Nieuwbuinen en voetbal praat, ontkom je niet aan de namen van Aarti Rasters en Appie Schipper. Rasters is 10 jaar trainer en 4 jaar voorzitter geweest van deze nu geplaagde hoofdklasser. De omschakeling van de eerste klas naar de hoofdklasse hebben sommige spelers hebben er toch meer moeite mee als ik zelf gedacht had. Ik had 100% gedacht dat we middenmoot, sowieso. Appie Schippers is al 35 jaar hoofdsponsor. Als je vanaf 6 jaar met je vader achter op de brommer achter Nieuwbuinen aanrent en jezelf ook nog een 10, 15 jaar in de eerste helft hebt gespeeld en tot je 40ste zelfs nog het eerste meegevoeld hebt. En ja, dan kun je niet zo heel moeilijk afscheid nemen van Nieuwbuinen. Als je des hier een bal bezit, maar dat breedte paasje van Taco Reijnen, daar zit Koen Hatenboer goed bij, maar Mike de Wille komt uitstekend zijn goal uit. De korte draai is hier van Arton Muzeljoe, maar uitstekend verwerkt door Hendrik Snijders, de doelman van Nieuwbuinen. Muzeljoe neemt nu ook de hoekschop. Herre Hubers, hij komt daar goed boven de verdediging van Nieuwbuinen uit en na 15 minuten scoort hij dus de 0-1 voor de Meppelers. Dan Nieuwbuinen. Met Gert Luke. Bij zich Dennis Blokzeil. Ja, dan gaat Luke over de knie van Blokzeil. Terecht een gele kaart. En natuurlijk de vrije trap voor Nieuwbuinen. We hebben dan 34 minuten gespeeld. Luke neemt zelf die bal, wordt eventjes getoucheerd en verdwijnt dan in de verre hoek. Dan zitten we vlak voor de rust. Hoekschop, Edwin Drent. Teruggespeeld op doelman Mike Ter Wielen. Nou, Ter Wielen die neemt daar eventjes de tijd. Gaat kijken. Rolt niet die bal over de grond. Nu wel, maar dan is daar een fluitsignaal. Want ik denk dat scheidsrechter Hof uit Deventer heeft vermoed dat Ter Wielen die bal een keer losliet. Maar Nieuwbuinen profiteert daar niet van. En zo blijft het bij rust 1-1. Dan zijn we een klein minuutje verder in de tweede speelhelft met Arton Muzeljoe. Melvin Veldhuis. Hendrik Snijders en daar zit als een duveltje uit een doosje bij Yannick Kaluzi. En dat betekent... Dan moet natuurlijk Nieuwbuinen weer komen. Hier, paas op Gert Luke. Ja, die neemt dan rustig de tijd en dan keurig netjes prikt die bal in de rechterbenedenhoek. En dan is het dus 2-2. Er zijn dan 8 minuten gespeeld in die tweede speelhelft. Dan weer Alcides. Op Erik-Jan Leijsen, de aanvoerder, ja, die prikt daar keurig die bal in de korte hoek. En hij brengt de Meppels weer op voorsprong 2-3. Nieuwbuinen moet dan natuurlijk komen. Gaat dan ook druk zetten op de goal van Alcides. Hier dan via Kevin Wiegman. Breedte paasje komt daar van Nienhuis op Koen Hatenboer. Maar dan zit daar de verdediging van Alcides goed bij. Hoekschop die niets oplevert. Dan weer Alcides via Kunta Kakaya. Erik-Jan Leijsen die denkt, daar gebeurt nog niks meer mee. Maar hij rekent buiten Yannick Kaluzi. En die scoort 2-4. Wedstrijd is beslist en Kaluzi krijgt een publiekswissel. Ik begon in de tweede helft al. Maar ik heb daar goed gespeeld en dat is opgevallen bij de trainer. En zodoende ben ik nu in het eerste. En uiteindelijk ook nog een publiekswissel. Ja, zeker. Dat zeiden ze vorige week ook al, maar ik weet niet wat het is. Elke week gebeurt het, denk ik. Voetbal kan me goed mee, maar ja, na 90 minuten geen punten. En dat is heel frustrerend. Alleen ja, qua trainen alles gaat goed. Alleen in de wedstrijd is een stukje geluk. Zij maken alles goed af en wij staan weer met lege handen.